Oh! Goedemorgen! Het is eerste paasdag. En we gaan de paarden een paasontbijt geven. Het is donderdagochtend en dit is de eerste keer dat jullie mij zien, want ik ben weer vrijgelaten uit quarantaine. Wij hebben 6 dagen in quarantaine gezeten, want Jolie was in aanraking geweest met iemand die positief getest was. Dus wij moesten thuis blijven, of althans, Jolie moest thuis blijven, maar ja, dan moest zij in isolatie. Nou, dat gaat natuurlijk niet met een kind van 6. Dus wij hebben gezellig met z'n allen thuis gezeten, met de Pasen. Ik ben helemaal blij dat ik weer vrij ben. We gaan lekker aan de gang. Ik ga deze voordaan opzadelen. Hè, Monty Roberts? Gaan we wat doen? Dit is onze nieuwe trainingspaard, Monty. En dan, hij is al eventjes hier op stal. Hij heeft eventjes gewend. En dan gaat hij vandaag voor het eerst op. Lief ben jij, hè? Je bent heel lief. Dat ging best wel lekker voor de eerste keer. Er was wel op Monty gezeten, maar hij was verder ja, zadelmak in de zin van dat hij weet wat een zadel is. Maar verder nog niet. En Daan is nu al 2 weken met hem aan de gang. En vandaag ging hij echt in de grote bak rijden. Dus nou, dat was best wel goed voor de eerste keer. Het is nu tijd om Atos te gaan rijden. Ik was zo lekker aan het rijden dat ik helemaal vergeten ben om te filmen. Sorry. Dat hebben jullie nog te goed voor mij dan. Het ging in ieder geval erg lekker. We hebben goed geoefend voor de prof. Ja, helemaal blij. Door naar de volgende. Justy heeft supergoed haar best gedaan. Die mag lekker nu nog eventjes buiten spelen, even lekker rollen. Zijn gegeven. Je hoeft er nog maar 1 ding gedaan te worden en dat is gooi voeren. Is het nodig? Nou ja, Robin heeft het druk met leren, dus ik ga het vandaag eventjes alleen doen. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag en het is tijd om weer met Kasimir naar de dierarts te gaan voor zijn laatste controle, zeg maar. Ja, zadel mee. Om toch nog voor de zekerheid even te kijken hoe het eruit ziet voordat we weer gaan rijden. En ik neem even het zadel mee. Die wilde de dierarts ook graag zien. En dan hoop ik dat ik vandaag groen licht krijg om weer te gaan trainen. Kastje staat. Ik zit. Zo, let's go. Het is vrijdagavond. Ik ben zojuist bij de kapper geweest, dus ik heb eventjes goede kleren aangedaan. En jullie zullen het niet geloven, maar er stinkt echt zo'n stuk van af. En er is een masker ingegaan, dus als het goed is gaat mijn haar nu weer een beetje tot leven komen. Het is weer lekker dik en ietsje minder dood. Oké, voor mij zit vrijdag er nu weer op. Ik ga lekker naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdagochtend, dus het is weer uitmesten. Hier is nog een rij die leeg moet. Hier is een rij die is al helemaal uitgemest, daar is even nu stro aan het geven. En hier zijn de meiden aan het opstrooien en hier is Maaike met de opstrooimachine. We hebben heerlijk de vaart erin, we gaan eigenlijk hartstikke hard vandaag. Ze zit erop. Ik ga nu lekker Justy rijden. Ik zit op Just. Ik ga eventjes lekker instappen. En dan
kijk ik even of het lukt om de camera zo een goede plek te geven. En dan heb ik de microfoontjes bij me, zodat ik tijdens het rijden ook een beetje kan vertellen wat ik aan het doen ben. Nou, in het stappen pak ik heel veel diagonaaltjes om echt te zorgen dat ze recht tussen twee teugels en twee benen is. Als ik wil corrigeren, probeer ik dat niet met één teugel te doen, maar altijd met twee teugels. Het paard hangt natuurlijk graag altijd iets aan de bakrand. Dus probeer veel bij de bakrand vandaan te sturen. En een paard is niet vandaag of morgen recht tussen twee teugels en twee benen. Maar daar ben je elke dag mee bezig. Op welk niveau je ook rijdt. Hoe het zo, meisje. Gaaf meisje, knap hoor. Gaaf meisje. Goed zo, vriendinnetje. Heel knap. Nou, dat was een lekker rondje.